Dames en heren, welkom. Mag ik de vergadering openen? En mag ik mevrouw Lassen van harte feliciteren met haar verjaardag. En dat het nog verder een hele mooie dag mogen zijn. En ik hoop dat u daar alle voor zover mogelijk een bijdrage aan wilt leveren. Dus dat gaan we doen. We maken er een mooie vergadering van. En hiermee heb ik de vergadering geopend. Spreekrecht burgers. Afwezig, neem me niet kwalijk. De gevier wijst me daar terecht op. De heer Uitslag is afwezig. En de heer Nijburg van de ChristenUnie is ook afwezig. Spreekrecht burgers, daar wordt geen gebruik van gemaakt. En dan ga ik naar de vragenronde. En er zijn vragen van mevrouw Snijder en de heer Wildvanger. Ik begin bij mevrouw Snijder, als u het goed vindt. U heeft vragen over digitale veiligheid. Mevrouw Snijder, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Alle gemeenten hebben toegezegd om voor eind januari 2017 te voldoen aan de baseline informatiebeveiliging in Nederlandse gemeenten. Hoe is het op dit moment gesteld bij onze gemeente? Het Amerikaanse ministerie heeft hackers uitgedaagd het Pentagon te hacken. Dat gaat wel heel erg ver, maar ook wij willen aangeven dat wij ons zorgen maken over de digitale veiligheid en de privacy van onze inwoners. Ook wij als raadsleden ontvangen wel eens spam- en spookfacturen. Als dit wordt geopend, levert dat dan gevaar op voor onze gemeente. Op 1 januari jongstleden is de wetgeving met betrekking tot datalekken in werking getreden. Datalekken moeten tijdig gemeld worden. Is onze gemeente hier ook op ingesteld? Welke maatregelen zijn of worden hiervoor genomen? Tot zover, voorzitter. Mevrouw Snijder, dank u wel. Het is mijn portefeuille, dus ik mag ook uw vraag beantwoorden. Ik wil u allereerst bedanken, want het is een... Het is een buitengewoon spannend onderwerp op dit moment, digitale veiligheid, in de meest brede betekenis van het woord spannend. Want we proberen het op orde te krijgen, maar je weet nooit met zekerheid of je het op orde hebt. Omdat het niet alleen maar om techniek gaat, het gaat ook om gedrag. Het gaat ook om hoe mensen omgaan met informatie. Dus nogmaals hartelijk dank voor uw vragen. We hebben pas geleden als gemeente bezoek gehad van een visitatiecommissie informatieveiligheid. Die hebben ook een brief of een rapport opgeleverd en u zult die binnenkort ook krijgen. Dus die gaan we op het RIS plaatsen. En heeft dus een soort externe autoriteit die u iets kan vertellen over hoe het stand van zaken bij ons is. Een van de punten die die commissie heeft meegegeven is dat ze vindt dat er meer bestuurlijke aandacht voor moet zijn. En dat betekent dat zij ook ons geadviseerd heeft om er met, om er met deze raad over in gesprek te gaan. Maar u bent mij voor. U gaat al met het college erover in gesprek. Maar het onderwerp moet wel geagendeerd worden. Nogmaals, het verslag wordt op het RIS geplaatst in mei en na behandeling in het college. Het klopt dat ook onze gemeente zich geïnformeerd heeft aan de baseline informatiebeveiliging in de Nederlandse gemeente. Dat wil nog niet zeggen dat voor eind januari 2017 aan alle elementen daarvan voldaan wordt. We hebben ons er wel aan gecommitteerd. Het gevaar overigens, want dat is ook de vraag die u stelde, of het openen van spam of andere gevaarlijke mails door raadsleden voor de gemeente niet erg groot is, dat klopt. Het gevaar is beperkt tot de tablet waarop de raadsleden werken. Raadsleden kunnen niet op het gemeentelijk netwerk. En wij denken ook dat het verstandig is om dat zo te houden. Als u uw tablet vervuilt, dan is dat vervelend, maar verder niet desastreus. En dan gaat het om de punten 3 en 4. Overigens... Ook voor raadsleden geldt dat ze gewoon niet onbekende mails moeten openen, laat staan bijlagen erbij. Maar dat weet u allemaal natuurlijk al en u doet dat ook niet. Voor wat betreft de onderwerpen, de vragen 3 en 4. 2015 hebben we het informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld. Ik zal u dat ook nog schriftelijk doen toekomen via de mail. Aan basis hiervan is een actieplan opgesteld en we zijn langzaam maar zeker bezig om alle verbeteracties die voor 2016 zijn benoemd ook uit te voeren. En een van die verbeteracties betreft het bevorderen van de kennis en de regels zoals over de wet datalekken. Wat inderdaad een wet is met grote impact. We hebben een training bewustwording privacy in sociaal domein georganiseerd. Ook heel belangrijk, is van een andere orde wel. En we hebben een, en dat is ook heel belangrijk, een functionaris gegevensbescherming, Hans van Schepen, die zich hiermee bezighoudt en die ook... En wie ook aangemeld is bij de autoriteit, persoonsgegevens en zijn we geïnformeerd door de informatiebeveiligingsdienst gemeente over hoe te handelen in het geval van een datalek. Er is nog geen procedure vastgesteld voor het melden van een datalek. Deze gaat wel voor de zomer gemaakt worden conform het actieplan. Verder is het goed voor u om te weten dat zodra er sprake is van een incident als het gaat om beveiliging, onmiddellijk geëscaleerd wordt. Dus dat betekent dat zowel de gemeentesecretaris
Als uw burgemeester daarover geïnformeerd worden. En ook over de vervolgacties naar aanleiding van het incident. En dat is de stand van zaken nu. Ik geef u een uitgebreid antwoord. Maar we gaan het nog uitgebreider met elkaar bespreken. Omdat het inderdaad een relevant en risicovol onderwerp is. En dan moet ik aan u vragen als voorzitter of dit voldoende is voor nu, voor zover. Ja, voorzitter, helemaal voldoende. Ja? Fijn dat het de aandacht heeft en dat verslag zien we dan al terug over het RIS. Ja. Anderen nog behoefte naar aanleiding hiervan? Dat is niet zo. Dan is er ook een vraag van de heer Wildvank van de Partij van de Arbeid. En dat gaat, als het goed is, over het koersdocument Overijssel. Mag ik u het woord geven? Ja, dank u wel. Het gaat inderdaad over het koersdocument openbaar vervoer van de provincie Overijssel. Onlangs kregen wij dat koersdocument onder ogen, min of meer toevallig. En navraag bij uw college leerde dat het document tot dat moment in ieder geval niet bekend was. Nou, wanneer we dan inzoomen op het door de provincie voorgestelde kernnet openbaar vervoer in de gemeente Dalfsen, dan kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat er sprake is van een vrijwel volledige afbouw van het busvervoer. De gemeente Dalfsen behoudt wel de zeer succesvolle treinverbinding Zwolle-Emmen. En er blijft een busverbinding Dedemsvaart-Zwolle over Nieuw-Leuzen-Noord. Maar de gemeente verliest de buslijn Raalte-Lemelenveld station Dalfsen 162. De buslijn van Zwolle over Honor station Dalfsen Oud-Leuzen naar Ommen, lijnen 167-667. De lijn over Ruitenveen en Nieuw-Leuzen-Zuid 29 en 649. En tot slot de scholierenlijn van Lemelenveld naar Ommen 675. Betekent concreet dat onze kernen vrijwel verstoken zullen blijven van het openbaar vervoer. De gaten die nou vallen moeten worden opgevuld met taxis, buurttaxis en vrijwilligerswerk. Dat is althans de verwachting van de provincie. En ter informatie voor het college had ik er nog even wat kaartjes bij gedaan. De ROCOV, de reizigersoverleg consumentenbelangen openbaar vervoer, heeft anders dan de gemeente Dalfsen uitvoerig gereageerd. En kort samengevat pleiten zij voor een veel uitgebreide kernnet openbaar vervoer, ook lokaal. En verder bespeuren ze een anti-OV-koers bij de provincie en vinden ze ook de rolopvatting van de provincie als facilitator te afstandelijk. Goed en fijnmazig OV is voor de regio van levensbelang, zowel voor leefbaarheid, bereikbaarheid van scholen, economisch belang als de duurzaamheidsambitie van de gemeente. Dat daar geld bij moet is evident, wil je het ook bereikbaar houden voor een brede doelgroep. En over dit onderwerp valt nog heel veel meer te zeggen. Ik beperk me nu even tot twee dingen, één opmerking en een vraag, eigenlijk twee vragen in één. Het is kennelijk langs u heen gegaan dat deze ontwikkeling waarbij het OV wordt wegbezuinigd eraan zit te komen. Anders kan ik niet goed verklaren waarom dit nagenoeg geruisloos gebeurt. De vraag, 1. Bent u bereid om alsnog in overleg te treden met de provincie om te redden wat er nog te redden valt? En 2. Om dat op iets wat stevigere manier te doen als vorige week, toen er door middel van een wat krachteloos mailtje naar aanleiding van mijn signaal is gereageerd richting provincie. Dank u wel. Dan moet ik denk ik naar wethouder Van Leeuwen. Het betreft openbaar vervoer. De vraag is duidelijk. Wilt u reageren en wilt u dat ook krachtig doen? Lange vraag, voorzitter. Ik heb ook een lang antwoord. Allereerst, wat is de rol van de gemeente? Het Rijk en de provincie zijn primair verantwoordelijk voor het openbaar vervoer per spoor en per bus. De rol van de gemeente met betrekking tot de lijnvoering, de frequentie en het materiaal is zeer beperkt. Het busvervoer wordt momenteel uitgevoerd door Syntus, valt onder de concessie Midden-Overijssel en die loopt door tot 2018. Het treinvervoer wordt uitgevoerd door Arriva. De rol van de gemeente is in de praktijk doorgeefluik, filter van wensen van belanghebbenden richting provincie en vervoerder. Welke inzet kent de gemeente? De gemeente Dalfsen heeft zich de afgelopen jaren ingezet om het voorzieningenniveau van het bus- en treinvervoer in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Er is actief bijgedragen aan het verbeteren van het treinstationsgebied en het toegankelijk maken van bushalters voor minder valide en er is voor gezorgd dat er een buurtbus rijdt. Ook zijn er digitale haltedisplays geplaatst in Nieuw-Leuzen om de informatie te verbeteren. De komende jaren staan de provinciale budgetten voor het uitvoeren van het busvervoer steeds verder onder druk. Er moet 8 miljoen worden bezuinigd. Dit betekent mogelijk dat er buslijnen verdwijnen of in andere vormen worden ingevuld. Het is voor de gemeente de uitdaging om de komende jaren te proberen het voorzieningenniveau in stand te houden. Maar hierbij kan er niet meer gedacht worden vanuit een traditionele invalshoek.
En die invalshoek is, er moet 3 keer per uur een bus rijden tussen X en Y. Nadrukkelijk moeten we meezoeken naar nieuwe vormen van vervoer op maat. Er moet nog meer gedacht worden vanuit de verplaatsingsbehoeften van burgers en het gebruik van moderne technologische mogelijkheden. De provincie Overijssel heeft in 2013 de visie herijking OV-tactiek vastgesteld. En na vaststelling heeft de provincie samen met gemeenten verschillende drukbezochte meedenk- en meepraatsessies gehouden in onder andere Lemelenveld, Hoornhorst en Dalfsen. Dit onder leiding van mevrouw Anne Koot, programmamanager herijking openbaar vervoer, provincie Overijssel. In de beantwoording zoals die naar de Griffie gaat, heb ik hier 2 links voor bijgevoegd. De verandering van het openbaar vervoer in Dalfsen is dus zeker niet langs ons heen gegaan. In het koersdocument staat het kernnet beschreven, dat in hoofdlijnen overeenkomt met het huidige kernnet. En net als de provincie vinden wij het kernnet essentieel en logisch dat dit blijft bestaan. De exacte invulling van een kernnet wordt de komende tijd verder uitgewerkt en dit blijft onze aandacht houden. Zeker wat betreft lijn 29, waarvan overigens door provinciaal medewerker schriftelijk is bevestigd dat deze zeker niet zal verdwijnen. En dit is ook met u gedeeld via de e-mail op 13 april jongstleden. Het overige deel van het OV wordt ingevuld door een mobiliteitsmix. En bij de verdere invulling van de mobiliteitsmix blijft de gemeente inzetten op een systeem dat zo goed mogelijk aansluit op de vervoersbehoeften. Zo vinden wij dat er in Lemelenveld minimaal scholierenvervoer moet blijven bestaan. En hier zullen wij de komende tijd op inzetten. Feit is evenwel dat er 8 miljoen bezuinigd moet worden. Ook is het feit dat wij als gemeente aan tafel zitten bij de gesprekken. Maar nog veel belangrijker is dat de inwoners zelf ook aan tafel zitten. En dat initiatieven in de vorm van pilots ondersteund kunnen worden door de provincie. Helaas lukt dat in de ene kern momenteel beter dan in de andere. Tot zover, voorzitter. Die inspraakreactie staat overigens op het adres, meneer Wildvank. Dat was inderdaad een lang antwoord. U heeft nog behoefte aan aanvullende antwoorden, voordat ik de rest van de raad uitnodig om op dit onderwerp iets te zeggen als het naar behoefte heeft? Nou ja, als ik heel flauw zou willen zijn, zou ik nu zeggen, ik had aan ja of nee genoeg gehad. Maar dat heb ik nou net gemist. Want de vraag was of de gemeente bereid was om nog wat nader in te zetten op het overleg met de provincie. En daar heb ik eigenlijk geen antwoord op gekregen. Nader inzetten op het overleg met de provincie en of het krachtiger kan dan tot nu toe? Voorzitter, wij zitten aan tafel met de provincie. Wij spreken. Wij hebben zwart op wit gekregen, wat ik heel bijzonder vind, van een ambtelijk medewerker dat lijn 29 zeker niet ter discussie staat. Vind nogal wat. Ik heb aangegeven waar wij op in willen zetten voor Lemelenveld. En dat de inwoners zelf ook aan zet zijn. En dat die daarbij begeleid worden door de provincie. Als u mij dan vraagt, gaat u nog meer doen, is het antwoord nee. Het antwoord luidt nee. Ja, dan heb ik 1 korte aanvullende opmerking nog te maken. Want ik heb me hier wel enigszins op voorbereid dat het antwoord nee zou kunnen zijn. En dus kondig ik bij deze maar aan dat ik dan toch ga proberen om via een motie vreemd aan de orde van de dag dezezelfde vraag nog eens een keer opnieuw voor te leggen. Oké, maar dat doen we dadelijk bij de vaststelling van de agenda, denk ik dan. Hè? Anderen nog, naar aanleiding hiervan? Nee? Voorzitter? Ja, meneer Schuring. Toch wel een korte vraag nog naar het college. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het kernnet en de mobiliteitsmix. En binnen dat kernnet hebben we het over die spoorlijn en die sterke buslijnen. Maar dat wil toch niet zeggen dat er buiten dat kernnet geen bussen meer zullen gaan rijden. Dus als er een vraag komt waaruit minimaal een streefgetal van 8 personen als behoefte aanwezig is, dan zal er wel degelijk een bus gaan rijden in die mix komen. Zo heb ik hem begrepen. Wethouder, dit kan gewoon kortzakelijk, denk ik. Hè? U heeft dat in grote lijnen goed begrepen. Maar er zal ook gekeken gaan worden van kunnen wij het buurtbusinitiatief verder uitbreiden. Maar nogmaals, de spitsuren waarin de scholieren druk gebruik maken van de lijn
vanuit Lemelenveld, Raalte, Ommen, station Dalfsen, vice versa, vinden wij essentieel. Alleen dat hij dan niet in de vakanties zal rijden, ja, dat kan een consequentie zijn. Maar ook in de contacten die wij hebben met de provincie, wordt dit onderkend. Alleen er moet nu een nadere invulling gaan plaatsvinden. Oké, maar mij lijkt dat dit voldoende is, want anders gaan we inhoudelijk te diep op de toekomstige dienstregeling in, bij wijze van spreken. En dat zal niet de bedoeling zijn. Dan mag ik nu volgens mij naar agenda punt 4. En dat is de vaststelling van de agenda. Normaal gesproken is dat een hamerklap, maar dat lijkt me in dit geval niet zo. Want de heer Wildfank heeft al aangekondigd dat hij een motie wil indienen vreemd aan de orde van de dag. Toch? Ik spreek even namens u, dat klopt. Over dit onderwerp. En dan doen we dat meestal aan het eind van de normale agenda. En dat zou dan agenda punt 11 worden, denk ik. Is dat akkoord? Ik kijk even rond naar de raad. Wat zegt u, meneer Lochtenberg? Ja? Ja, wat is een LP? 11A wordt hij dan. Ja? En dan is de agenda vastgesteld. Dan ga ik naar de akkoordstukken. Dan krijg ik allereerst agenda punt 5. Wijziging lezersverordening glasvezel. Ik lees hem voor. Eerste wijziging lezersverordening glasvezel. Het voorstel is vast te stellen de eerste wijziging van de lezersverordening 2016, inclusief de wijziging van de tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en invordering van de lezers 2016, lezersverordening 2016. Wie gaat er mee akkoord? En dat is iedereen? Ja? Dan ga ik naar agenda punt 6, meerjarenprognose grondexploitatie. Het voorstel is de meerjarenprognose grondexploitatie 2016 vast te stellen en daarmee 1. De gehanteerde uitgangspunten voor programmering, parameters en rekenrente zoals opgenomen hoofdstuk 3 vast te stellen. En 2. Te bevestigen dat er nog steeds een reëel en stellig voornemen bestaat om de locaties zoals opgenomen onder de niet in exploitatie genomen gronden in de nabije toekomst te gaan ontwikkelen. Het positieve resultaat van 1.367.000 euro ten gunste van de algemene reserve grondexploitatie te brengen en dit te verwerken in de jaarrekening 2015. De door het college opgelegde geheimhouding, zoals bedoeld in artikel 25 tweede lid en artikel 55 lid 1 gemeentewet ten aanzien van de bijlage met kaststroomoverzichten te bekrachtigen voor een periode van 10 jaar. Gaat u akkoord? Dat doet u allemaal. En dan is dat vast agenda punt 7, locatie Janssen Lemelenveld. Voorstel is om de stedenbouwkundige visie Kloostertuin Lemelenveld vast te stellen. Is dat akkoord? Ik kijk even rond. Iedereen? Met algemene stemmen is dat. Dan gaan we naar agenda punt 8. En dan kom ik bij de bespreekstukken. In meer of mindere mate. En dan heb ik agenda punt 8. Herverkaveling perceel Bontekamp. Nou, zoals wij de commissievergadering hebben verstaan. Maar misschien is dat niet zo goed verstaan. Is dat... Er zijn een aantal kritische opmerkingen gemaakt, met name over de uiteindelijke verbetering in de ruimtelijke kwaliteit. Maar aan de andere kant, partijen zich positief hebben uitgesproken over de contacten met de omwonenden. En het CDA en de PvdA hebben zich nog niet duidelijk uitgesproken, als ik dat goed heb. Mag ik het CDA het woord geven? Dank u wel. Ja, dank u wel, voorzitter. In de commissievergadering is onze kritiek ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit niet of onvoldoende gehoord. We hadden gehoopt dat er in het raadsvoorstel ontbrekende motivering toen naar voren zou zijn gekomen. Verbetering van de ruimtelijke situatie is voor ons zeker van belang, aangezien dit vanuit de notitie inbreidingslocatie als voorwaarde is benoemd. Realiteit nu is dat ieder voor zich moet bepalen of er sprake is van een ruimtelijke verbetering. En dan is het leuk dat de stedenbouwkundige visie van het Oosticht uit 2014 is toegevoegd, maar deze is volledig losgelaten aan het nieuwe plan. En heeft daarmee geen enkele waarde naar ons inzien. Als we dan de ruimtelijke verbetering voor onszelf beoordelen, komt de CDA-fractie tot de conclusie dat deze mager is. De kavelgrootte voor de nieuwe woning past wel in de wijk, maar daar staat tegenover dat de bestaande kavel buiten proportie blijft en dat de overige elementen uit die visie ongemoeid blijven. Neemt niet weg dat de CDA-fractie blij is dat er een oplossing is gevonden met draagvlak onder de bezwaarmakers. En dat willen we hier nogmaals benadrukken, dat we dat heel erg belangrijk vinden. Tot slot wil ik de wethouder namens de CDA-fractie meegeven
dat in vervolg opdrachten vanuit de Raad best breder geïnterpreteerd mogen worden. Als bij dit soort projecten de kernelementen als draagvlak en kwaliteit in gedachten worden gehouden. Voor de toekomst zullen we hierin zelf ook preciezer proberen te zijn. Voor nu gaan we akkoord met het voorstel en kunt u dit beschouwen als stemverklaring. Dank u vriendelijk. Meneer Wildfank, Partij van de Arbeid. Ja, dan kan ik het kort houden. We hebben een beetje dezelfde overwegingen als ook meneer Kouwen nu al heeft verwoord. Dus ook wij komen aan het eind van de rit tot de conclusie dat we instemmen. Waarbij we wel wat aarzeling houden bij de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Maar dat is hetzelfde verhaal wat de heer Kouwen al heeft gehouden. Dus daarmee ook instemming van onze kant. Dank u wel. Overigens geloof ik dat dat ook door de andere partijen, of dat dat beeld scheef komt te liggen. Maar ook de andere partijen vroegen zich af in hoeverre hier een verbetering van de kwaliteit sprake was. Dus ik denk dat de Raad er eigenlijk in zijn geheel hetzelfde over denkt. Dan ga ik kijken of er nog behoefte is, voordat we tot stemming overgaan bij partijen, om te komen tot een oordeelsvormende. Nee? Ik heb hem samengevat volgens mij op de juiste manier. De Raad denkt er gewoon hetzelfde over. Kwalitatief had het beter gekund. Draagvlak is mooi. Daar komt het op neer en dat laatste geeft de doorslag. Dan gaan we hem wild brengen. Herverkaveling perceel Bontekamp 51. Het voorstel is om akkoord te gaan met de procedure voor een projectafwijkingsbesluit voor een nieuwe vrijstaande woning ten oosten van de bestaande woning Bontekamp 51. 2. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven op grond van artikel 6.5 besluit omgevingsrecht. En 3. Deze ontwerpverklaring als definitieve verklaring van geen bedenken aan te merken als tijdens de procedure geen zienswijzen worden ingediend, zodat het college de procedure verder kan uitwerken. U gaat er allemaal mee akkoord. Is dat zo? Dan gaan we naar agenda punt 9. Aanvullend krediet stoomsikorijfabriek. Er was volgens mij unanimiteit over de noodzakelijkheid van het krediet voor de vervanging van de voorgevel. Dat klopt, hè? Dat is ook wel een opluchting trouwens, hoor. Want een chicorij zonder voorgevel, dat is best lastig. Maar er was wel discussie over de uitschuifbare tribune. ChristenUnie heeft in feite al een stemverklaring op dat punt afgegeven, in ieder geval al aangegeven dat ze tegen was. En er was discussie over de vraag welke van de twee kredieten het moesten worden. Het college heeft zowel de opmerking van de heer Uitslag als van de heer Raammaker meegenomen. Namelijk, ik zal het maar huiselijk zeggen, de rode stoelen voor de blauwe prijs. Dat was huiswerk, zo hebben we dat gezien. Er is een gesprek geweest zowel met Koenen de Bouwer als met de producent van de inschuifbare tribune. Dat heeft ertoe geleid dat er een korting is gerealiseerd op de rode stoelen. De rode stoelen gaat om het type stoelen. Om de rode stoelen van 7000 euro. Dat zouden we tekenen dat die voor 88 zou moeten gaan. En het college doet nu het voorstel aan u, maar u mag anders beslissen. Het college doet het voorstel om te kiezen voor de rode stoelen voor de prijs van 88.000 euro. Dus dan gaat het om het krediet van 88. Het alternatief is, en dat is aan u, de blauwe stoelen voor 75. Met andere woorden, de opdracht zorgt voor de rode, voor de blauwe prijs. Daar zijn we niet in geslaagd. Dat is volgens mij de stand van zaken. Wie moet ik dan het woord geven als eerste? Mee eens dat we de behandeling toespitsen op de tribune? De gevel kunnen we laten, hè? Nou, de gevel was het punt van, is dat niet een post onvoorzien? Even afgezien van het feit dat het misschien beter was geweest om een heel slim contract te maken, dat de aannemer eerst beoordeelt wat de kwaliteit is en vervolgens het pakket overneemt voor de bouw. Want dat was ook nog denkbaar geweest dat het risico was geweest van de aannemer. En als het niet het risico is van aannemen, het is meer werk, kun je ook zeggen, nou, onvoorzien. Ik denk dat dat voor die stoelen een heel ander verhaal is, omdat dat niet in het pakket zat. Maar dat was natuurlijk in het oorspronkelijke plan van die chicorijfabriek, was inderdaad een voorgevel, zat erin. Dus daar kun je eigenlijk, vind ik het een beetje raar om een aanvullend krediet voor vast te stellen, maar goed. Naar aanleiding van uw vraag stel ik voor dat we ook gewoon nog een keer even een informatieronde maken. Voor zover er behoefte aan is. Zijn er nog anderen die informerende vragen hebben? Ik heb er nog alleen, meneer de voorzitter. Meneer Wildfank. Ik zat even te kijken naar de stukken van mei, dat is een beetje te ver weg misschien nog, maar daar zag ik opnieuw een verzoek tot een aanvullend krediet voor de verduurzaming van het gebouw.
En dat kon ik niet helemaal goed plaatsen in relatie tot het... tot de uitdrukkelijke vraag die voor mij de vorige keer gesteld werd door de ChristenUnie, van is dit nou het laatste? Dus misschien kan dat nog even toegelicht worden. Dat kan ook. Alhoewel we dan wel het risico lopen dat we iets gaan behandelen nu wat in mij op de agenda staat. Maar laten we dat even kort doen om in ieder geval verkeerde beeldvorming op dat punt te voorkomen. Anderen nog? Dan geef ik voor wat betreft de voorgevel het woord aan de portefeuillehouder voorgevel. En dat is... Eigenlijk de portefeuillehouder, ja, maar het lijkt wel af en toe te misverstanden. Portefeuillehouder realisatie bouw, dat is wethouder van Leeuwen. Dus wilt u uitleggen waarom u dat niet heeft meegenomen bij de post onvoorzien? Nou, als echte geveltoerist, voorzitter, kan ik u meedelen dat het op uitdrukkelijk verzoek van deze raad is dat die gevel moest blijven staan. En dat is een actie geweest in het verleden van een actiegroep Behoud de Sigorijfabriek. Het was dus de opdracht dat die moest blijven staan. En nou bleek uiteindelijk dat die gevel van een dusdanig slechte kwaliteit is dat die niet te behouden was. En daarmee komt die voor mij niet in een post onvoorzien, maar echt in een extra krediet. Daar is overigens uitgebreid contact geweest met de leden van de actiegroep. Die hebben zich ook vergewist van het feit dat hij niet te behouden was. En uiteindelijk met, ja, en dat begrijp ik, met heel veel emotie heeft men gezegd, ja, wij zien dat in dat dat niet kan. Dus het is niet anders. En met de toezegging dat we hem in de, zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat weer zullen terugbrengen, zijn zij akkoord gegaan. En het is geen post onvoorzien, omdat, even dat ik hem in de scherpte formuleer, in mijn beleving, omdat het uitdrukkelijk de wens was van de raad dat de gevel behouden zou worden. Dus het betekent een wijziging van het bestek, hoe je het ook wel verkeert. Absoluut een wijziging van het bestek. En dat kun je geen post onvoorzien noemen? Nee. Nou ja, goed, je kunt erover discussiëren, meneer Royakkers, maar dat is, de, dat is... Ja, je kunt ook zeggen, stond in bestek, de aannemer, los het maar op. Ja. Ja, weet ik niet of je daar blij van geworden was, maar goed. Nou ja, goed, ik ben bang dat dat... Daar kun je over discussiëren. Wethouder Agricola, u gaat over verduurzaming gemeentelijke gebouwen. U gaat weliswaar niet over de sikorij. En dat zult u ook niet erg vinden dat u daar niet over gaat. Maar u gaat wel over de verduurzaming gemeentelijke gebouwen. Ja, voorzitter. Daar ga ik gelukkig niet over. Ik ga wel over duurzaamheid. De raad heeft aangedrongen met name dat wij als gemeente voorbeeldfunctie moeten vervullen in het kader van duurzaamheid. Daartoe is een voorstel gekomen om de gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. Men wilde graag een voorbeeldgebouw hier in de gemeente. Dat hebben we gemeente toen met de sigorijfabriek. En daar hebben we nog 23.000 euro voor nodig. Dan hebben we de met dat bedrag, met wat er beschikbaar gesteld is, kunnen we dus de sigorij als voorbeeldgebouw aanmerken. Dus om het te realiseren, wat we moeten realiseren, is dat bedrag erbij nodig. En... ook hier kunnen we discussies voeren, maar voor wat betreft degene die verantwoordelijk is voor de realisatie van de sikorij, mag het ook met steenkolen worden gestookt, hoor. Dat interesseert ons helemaal niks. Maar vanuit het belang van wethouder Agricola leek het voor de hand te liggen om op het moment dat je het dak erop legt, om dan misschien te overwegen om daar wat extra zonnepanelen boven te doen. Maar dat is echt wethouder Agricola. Is dat een antwoord op uw vraag? Nou, het is een antwoord op deze vraag, maar die houdt dus direct verband met de vraag die nu op tafel ligt over het krediet. Omdat we de vorige keer zo nadrukkelijk hebben gesproken over het feit, ja, is dit nou de laatste keer? En ik vind het echt wel een beetje gek, hoor, dat we een gebouw wat we nu aan het bouwen zijn, dat daar duurzaamheid extra de geld moet, naartoe moet voor duurzaamheid. En ik mag toch aannemen dat datgene wat we als gemeente bouwen in alle opzichten duurzaam wordt voorbereid. Dus dat we daar nu een extra krediet doen voor duurzaamheid, dat vind ik echt wel een beetje pijnlijk, laat ik het maar zo zeggen. En dat maakt deze beslissing voor ons wel een lastige. Ja, dat is heel ingewikkeld, meneer Wildvank, wat u nu doet, want u heeft zelf, en nu moet u echt goed in uw geheugen iets terughalen, maar u heeft zelf aan de wethouder gevraagd om te komen met een notitie verduurzaming gebouwen. Ja, dat met klopt. De vraag om extra te investeren in de verduurzaming van gebouwen. Zegt u nu eigenlijk dat geldt voor alle gebouwen in gemeentelijke gebouwen, met uitzondering van de sikorij?
Nee, dat geldt voor alle gemeentelijke gebouwen. En daarbij ga ik ervan uit dat de gebouwen die nieuw gebouwd worden, dat die al met die bril op worden neergezet. Dus ik vind het heel vreemd dat we in de nieuwbouw opnieuw geconfronteerd worden met een extra post duurzaamheid. Dat vragen we aan onze burgers ook niet. Daar wordt ook allerlei eisen aangesteld van u moet aan die eisen voldoen wat bouwbesluit betreft, die eisen wat betreft duurzaamheid, gasloos bouwen. Al die dingen leggen we onze burgers op. En zelf gaan we extra krediet vragen zodra er een paar zonnepanelen moeten. Dat is iets waarvan ik denk dat het niet helemaal in de lijn is met ons eigen beleid. Voorzitter, ja. Voordat we nou de discussie van mei hier gaan zitten voeren, wil ik eigenlijk de volgordelijkheid van de besluiten even nagaan. Want ik vraag mij af welk besluit eerder is genomen. Namelijk de bouw van de sigarijfabriek of het beschikbaar stellen van het krediet voor de verduurzaming. Dus en die motie die daar destijds door de Raad over is aangenomen. Dus ik ga eerst toch even de volgordelijkheid nazoeken. Ja, ik zou dat fijn vinden, want u begrijpt dat het ook op mij afstraalt. En ik heb geen enkel behoefte aan, ik heb werkelijk vanuit alle opzichten geen enkel behoefte aan dit extra krediet. En ook niet aan die extra normstelling met betrekking tot verduurzaming. Dus voor mij persoonlijk, als portefeuillehouder Sikorij, zou ik er een grote voorkeur voor hebben om dit extra krediet niet te vragen. En ook, ik zou eigenlijk van de Raad willen horen om het ook niet te verstrekken. Er is geen enkele behoefte aan, behalve als de Raad ook extra ambities heeft op het gebied van verduurzaming. Het is onmogelijk, je moet me dat niet kwalijk nemen, maar het is echt onmogelijk om zeg maar toenemende ambities vooraf te kunnen voorzien en op grond daarvan extra eisen te stellen vooraf, voordat je begint met de planning van een gebouw. Dus het maakt het voor mij erg ingewikkeld, laat ik het zo zeggen. Ik kan niet anders dan, en dat doet de heer Wildvank ook terecht, dan het ook voelen in termen van de uitspraak die ik eerder heb gedaan richting de heer Nijkamp, dat ik niet zou komen met een extra kredietverzoek. En ik wil voor alle duidelijkheid hier hebben, ik ben er ook niet mee gekomen. En het even in plat Nederlands, het interesseert me ook geen ruk. Dus zeg maar gewoon lekker nee, dan zijn we er vanaf. Ik stel voor, maar dat is misschien een ander punt, want dat moeten we dan nog bekijken. Maar ik stel eigenlijk toch voor dat we naar de orde van de vergadering gaan. Want u bent bezig met een onderwerp te behandelen wat we misschien op 5 mei behandelen. Maar voorzitter, u maakt het, zoals u zei, voor uzelf al heel erg ingewikkeld. Maar, en ik twijfel ook niet aan uw oprechtheid, maar misschien kan ik een kleine tip meegeven. Als u als exploitant verantwoordelijk voor de sigarijfabriek zoals u zich voelt, kunt u er misschien wel mee leven, omdat het een enorme exploitatieverlichting zou moeten betekenen op termijn. Ja, maar nogmaals, het wordt heel ingewikkeld, want we gaan nu een stuk behandelen wat dan te behandelen valt. Maar u zult ook gezien hebben dat de extra investeringen voor duurzaming leidt tot een verhoging van de huur. Nee, het leidt tot een verhoging van de huur. Dus voor degene die het gebouw betrekt is het saldo nul. En nogmaals, nog een keer, we zijn hier een discussie aan het voeren die ik hier niet wil voeren. En ik voer hem ook op basis van gedeeltelijke kennis schijnbaar bij u van het dossier. En dat vind ik echt ingewikkeld. Ik wil er gewoon mee stoppen. En als het nodig is, en dat heb ik proberen aan te geven, als het nodig is dan halen we hem graag van de agenda af. Tenminste, het zou mijn voorkeur hebben. Want ik ben van mening dat ik de toezegging richting de heer Nijkamp de vorige keer, die weliswaar niet keihard was, maar wel nagenoeg keihard, dat ik die kan nakomen en ik wil hem ook graag nakomen. Maar goed, nogmaals, dat is een andere discussie. Ja, ik kan zeggen dat het een andere discussie is. Ik wil toch wel graag iets op zeggen. Ik ben in ieder geval de heer Wildvank erkentelijk voor het feit dat hij al verder in de agenda heeft gekeken dan wij hadden gekeken. Maar wij hadden sowieso toch al een probleem met zeg maar, het voorstel wat hier nu lag. Maar als je dan kijkt naar een uitschuifbare tribune, ik heb het idee dat het budget zo langzamerhand net zo goed uitschuifbaar is. En daar zit ook precies de pijn die wij al een paar keer hebben aangegeven. Dat hadden we al bij de besluitvorming vorig jaar. Dat hebben we de afgelopen tijd ook herhaald. Dus daar zullen we ook niet anders op zitten. Maar een ander punt wat nog wel even dwars zit in wat hier nu gebeurt in deze vergadering, is dat ik het college met twee compleet verschillende visies hoor opereren. En ik vraag me nou af wat nou de mening van het college is. Meneer Nijkamp, refereert u aan een onderwerp wat in mei besproken wordt? En waarvan u de inhoud niet kent, begrijp ik net uit uw woorden? Zullen we daar dan mee wachten tot dat onderwerp op de agenda komt? En u ook de stukken gelezen heeft? Ik reageer alleen op datgene wat ik hier zojuist heb vernomen.
Meer niet. Wat u juist vernomen heeft is dat het college een opvatting heeft over de verduurzaming van de gebouwen. En dat de burgemeester het buitengewoon pijnlijk vindt dat naar zijn mening op een onterechte wijze die investeringen voor duurzaming van die gebouwen in relatie wordt gebracht met een uitspraak die hij naar u toe heeft gedaan. Dat is wat u hier hoort. En langzaam maar zeker kom ik daardoor in een catch 22 en daar baal ik van. Dat is wat u hoort. En als u zegt u wilt die discussie nu voeren, dan schorsen we de vergadering, dan adviseer ik u om het stuk te lezen. Dan zullen we misschien de agenda moeten wijzigen, dat lijkt me dan heel verstandig en dan gaan we het nu behandelen. En als dat niet het geval is, en het lijkt me eigenlijk het verstandigste om dat niet het geval te laten zijn, want ik heb dit al veel te lang laten duren, dan gaan we terug naar de orde van de vergadering. Nou, zo was mijn opmerking niet bedoeld om nou de hele agenda van deze vergadering omver te schoppen, integendeel. Ik reageer slechts op datgene wat ik hoor. En volgens mij mag dat gewoon in de vergadering. Ik vraag ook helemaal niet om dat andere onderwerp. Ik vraag u nu gewoon om naar de orde van de vergadering te gaan. Bent u daarmee akkoord, ja of nee? Ja, wie ben ik om daar tegen te zijn? Nou, laten we dat dan doen. En laten we dan naar het voorliggend voorstel gaan. En dat gaat over een tribune. En niet over verduurzaming van gebouwen. Ik kan het echt niet anders brengen. Ik heb het veel te lang laten lopen, dit. Voorzitter. Mevrouw Schiphorst, in de hoop dat het over de tribune gaat. ja, want de CDA-fractie wil graag een schorsing om even te overleggen binnen de fractie. Uiteraard, hoe lang ongeveer? We schorsen de vergadering voor 10 minuten.